Elias, ik moet wel sturen. Kijk eens wat hij doet, Elias. Hoe lekker is dit? Yummy. Dan valt er weinig te editen. Nou, dat gebeurt echt nooit. Ik wel, maar het helpt niet. Ismael is jarig. En wie is dat? Stijn. Ja, sowieso. Hoe lang dan een maand? Super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is maandag. Ik heb lekker vakantie met de jongens. Heel fijn. Lekker een paar dagen. We hebben een lekker rustige ochtend gehad. En ik had de jongens beloofd om te kijken of de Wii nog werkt. Ik heb namelijk een Wii, maar ja, die is al jaren oud. En ik weet helemaal niet of ik die nog kan aansluiten op de tv die we nu hebben. Ik denk het wel. Dus ja, ze willen heel graag dat Mario racespel doen. Dus ik zei, nou weet je, in de vakantie ga ik kijken of het allemaal nog werkt. Dus ik ga het er even bij pakken en dat is wel fijn, want nou ja, als het wel werkt, dan kan ik het mooi ook gelijk beneden laten staan. Het staat nu in mijn atelier, dus het is helemaal niet handig ook. En ja, en als het niet werkt, ja, dan moet het weg. Maar ik denk eigenlijk dat het nog wel kan, maar geen idee. Ik heb het al jaren niet meer gedaan. Dus ik ga het installeren, proberen. Proberen te installeren en dan gaan we het wel zien. Het is vandaag gelukkig wel droog, dus we gaan ook natuurlijk even lekker naar buiten vandaag. Maar ja, eerst maar eens even die Wii proberen. Hier heb ik alles in zitten, dus we gaan eens kijken hoe dat ook weer zit. Ja, even kijken hoor. Dit is dat ding. Even kijken hoe alles werkt. Oh, hij doet wat, jongens. Dat vind ik al heel wat. Maar ik kan niet racen. Even kijken. Nee, maar ik moet eerst nog even de boel installeren. Ook die controllers en zo. Maar hij doet het in ieder geval. En nou gaan we, denk dat de batterijen even vervangen moeten worden. Ik kan niet racen. Kijk, daar staat hij al. Wow, dit is wel echt slecht beeld trouwens. Maar deze ben ik. Ik ben dus Mario. Dit gaat lekker, jongens. Elias, je moet wel sturen. Ja, oh, verkeerde kant. We gaan de verkeerde kant. Elias, sturen met de bocht mee. Oké, okay, Ismael. Welke kant ga je op, Ismael? Ja, kijk. Sturen, sturen. Wow. Ja, inhalen die handel. Daar. Woehoe. Kijk, zo'n blokje pakken. Woehoe. Oh nee, Ismael! In het water! Elias, je gaat de verkeerde kant op. Die kant moet je op. Oh, die kant. Goed zo, Elias. Ja, goed zo. Sturen, sturen. Auw. Uh-oh. Ik ben er niet goed in. Je moet oefenen, je doet het voor het eerst. Mijn energie is zo wisselvallig deze dagen. Vorige week of afgelopen week was ook echt wel een pittige week. Maar ik merk gewoon dat ik de ene dag ja, van alles onderneem en dingen wil doen. Maar ik dacht dat vanochtend ook. Alleen nu, nou ja, het is 1 uur. Maar ik heb echt zoiets van... Pff, ik weet het even niet. We hebben net lekker geluncht. En ik dacht, we kunnen even naar de kinderboerderij. Daar zijn we echt al heel lang niet geweest. En dan kunnen zij gewoon even lekker spelen. En ik kan daar gewoon even zitten. Dus dat is ook helemaal prima. En nou ja, verder kijk ik wel. Ik moet dus ook nog editen. De afgelopen weekvlog. Maar ik heb er gewoon geen tijd voor gehad.
En ik was de keren in de avonden, ik ben gewoon heel vroeg naar bed gegaan. Dus ja, dan komt het er ook niet van qua editen. En verder ben ik gewoon de hele tijd met de jongens, dus dan ga ik dat ook niet doen. Maar nou ja, we gaan eerst even lekker naar buiten, want als het goed is gaat het eind van de middag ook regenen. Dus dan ga ik liever nu even en dan zijn we er even lekker uit. Dat is wel fijn. En ik zoek een auto die ik nergens kan vinden. Ik heb het hele huis al op zijn kop gezet. Ik denk ook heel de tijd, ja, ik heb hem al heel lang niet gezien. Dat is zo'n Blaze auto van Elias, maar ik kan gewoon nergens vinden. Dus ik heb ergens wel zin om dan zeg maar extra te gaan opruimen en alles even uit te pluizen. Want ik kan het niet uitstaan als ik iets niet kan vinden. Dan denk ik, het moet ergens in het huis moet het zijn. En ja, Elias kennende kan hij het ook ergens op een plek hebben gelegd dat je denkt, hoe komt het daar terecht? En ik dacht dus eerst onder de bank, maar ja, ik heb daar gekeken en alles er onderweg gehaald. Wat er nog wel lag, ook andere autootjes en zo, maar hij ligt er niet. Ik kan het gewoon niet uitstaan. Maar ja, dat is op zich een motivatie om weer alles uit te pluizen en op te ruimen. En dan kom je hem als goed is ergens tegen. Maar het kan ook ergens op een plek liggen dat je echt denkt inderdaad van... ik heb boven ook al wel gekeken onder de bedden en ja, of van die rare plekken. Maar ik heb het nog niet kunnen vinden. Dus het kan ook zoiets zijn dat je dan over jaren... of als ik ga verhuizen bijvoorbeeld, dat het dan boven water komt. Nou ja, we zien het wel. Eerst even naar buiten. Babytjes. Ik ben een gek geluid. Ja. Ik ook dat op. Ja hè, allemaal hooi. Lief hè? Ik wil eieren. Ja, maar ze heeft er even geen zin in. Ze gaat liggen, zie je dat? Nee, ik wil niet meer eieren. Nou, maar dan kun je niet bij, lieverd. Hè? Kijk maar. Oh, kijk eens, Elias. Hier zijn die ook. Ik moet de eieren. Mini. De eieren, hè? Hi, papa. Hey. Oh. Ze is lekker aan het eten, hè? Kijk. Hallo. Kijk eens wat hij doet, Elias. Lekker springen. Oh. Ja, Elias, die kant. Ja. En de konijntjes. Het was echt leuk, alleen het begon al vrij snel te regenen, maar niet heel heftig of zo, maar het was echt wel een vieze, gore modderpoel. Dit zijn sokken. Elias ging ook gewoon op zijn sokken door de plassen en alles. Maar ik dacht, weet je, we hebben gewoon lekker even een uur daar gespendeerd. En, hé, hey, Izzy, ik moet even op adem komen. Ja. Inderdaad, dus ik dacht, de jongens gaan even lekker in bad alvast. Ik ga even uitspoelen. Ik heb het zo in gang. Even op adem komen. Nou, ik heb niet zoveel conditie. Heb je niet zoveel... Omdat ik zwanger ben, en ben ik heel snel buiten adem. Ik heb niet zoveel conditie. Nou, dan ben je gewoon snel buiten adem. Niet zo sportief. Maar het was wel heel leuk, hè, jongens? Ja. Lekker op springkussen gespeeld. Lekker de diertjes gekeken. Hè? Hele lieve kleine babygeitjes. Babygeitjes. En als de geitjes groot zijn, dan zijn de paarden. Nee, joh. Dan zijn het nog steeds geitjes, hè? Alleen dan zijn ze groot. En de paarden zijn ook groot. We gaan nu dus alvast lekker in bad. Het is echt midden op de dag. Maar ja, hoe lekker is dat? Even opwarmen. En alles is vies, dus even lekker alles afspoelen. En daarna gaan we lekker chippies eten. Hè? Ik wil niet tegen de bad komen.
Lekker wat chippies, popcornjes, lekker even snacken. En verder gewoon chillen middag. Hey, heb je die al uit? Oké, ik ga jullie even helpen. Wie is er klaar voor filmmiddag? Oh, lekkere snacks jongens. Hoe lekker is dit? Deze er lekker bij. Woehoe. Popcorn, paprika chips, amandelen en appel en komkommer. Nou, geniet ervan jongens. En limonade en water. Yum. Paw Patrol film. Hè? Mama. Gemakkelijk avondeten. Opwarmen van de pasta. Ideaal. Nog een kleine salade erbij. Gewoon sla, rucola en tomaatjes zit erin. En we zijn er weer, jongens. Hij gaat lekker, Ismael. Hé, hij gaat zelf rijden. Ja. Missie boodschappen wordt het vandaag. We gaan naar de Lidl. En we hebben best het een en ander nodig. Ik moet ook nog even een kruidvat. Maar we gaan zien hoe de boys zich gaan gedragen. Ja, we gaan. Ja, deze kant. Heel goed gedaan. Oké, we zijn weer thuis. Boodschapjes. Jumbo hebben we 3 voor 6 euro de pizza's. We hebben mozzarella fondue. En even kijken, de 4 kazen. We hebben ook deze weer gehaald. Die was alweer op. Maar die vonden de jongens ook heel lekker. Dus die nog een keertje gehaald. En alvast een taartje voor morgen, want Ismael is zaterdag jarig. Maar morgenochtend komt Nina met Seppe, dus we hebben lekker taartje alvast. En 4 croissantjes voor 1 euro en 4 broodjes voor 1 euro. Kaiserbroodjes, 2 volkoren en 2 naturel. Dat was de Jumbo. Dan bij de Lidl hebben we gehaald boterhammen, gewoon volkoren. Een zak bolletjes, maiswafels, rijstwafels, druifjes, die waren lekker in de aanbieding. Lekker 2 bakken meegenomen. Waspeentjes, 1 plus 1. Kaasnietsel, ook in de aanbieding. Barista melk, havermout, die was helemaal op. En de laatste tijd had ik ook wel weer zin in pap. En Elias is wel ook. Elias houdt er niet zo van, maar is wel wel. Dus even weer voorraadje. Ze hadden koffiebroodjes 1 plus 1 gratis, dus heb ik er 4 van meegenomen. Avocado's waren ook in de aanbieding. Ik ben echt gek op avocado's de laatste tijd. Ik eet het bijna elke dag en ik heb er nog 2. Dus zometeen ga ik er ook lekker 1 nemen. En dan heb ik er ook weer wat voor de rest van de week. Dan deze, die vonden de jongens erg lekker. Dus ik heb maar weer gehaald. Mezelf nog farmersalade, boter. 2 komkommertjes, trosje bananen, as always. Ze hadden 2 nette sinaasappels voor 3 euro. Dus ik heb pers sinaasappels en handsinaasappels. Dan heb ik sap, dus we kunnen het zelf persen, maar ook even kant en klaar, ook makkelijk. Aardbeien thee, die wilden de jongens graag. Nou, leek me ook wel eens lekker. Ik hou tegenwoordig dus echt van die zoete thee. Komt echt om mijn zwangerschap. Dus nou ja, aardbeien kunnen we straks wel proeven bij de lunch. Een pot pindakaas, want die is alweer, ja, tot ongeveer hier is die op, de vorige. Melk. En dat was het. Ja, dat was hem. Jongens nemen een bolletjes tosti. Daar hadden ze zin in. Ik heb wat grapefruit voor ze. Worteltjes. En ik zit zelf ook wortels te eten. Ik heb een augurk gegeten. En ik eet nog een stukje kiwi. En ik neem ook wat grapefruit. En dan ga ik zelf zo'n broodje nemen. Ik heb hem heel even opgepiept in de airfryer. En dan ga ik lekker avocado en ei op doen. Lekker even lunchen. En dan denk ik dat we daarna even naar buiten gaan. Want nu schijnt het zonnetje een beetje. En volgens mij gaat het later vandaag weer regenen. Dus nou ja, we gaan straks even kijken. Eens even eten. Zo leuk altijd weer om die bordjes voor de jongens op te maken, vind ik.
Tosti-wortel, plakje kipfilet, stukje ei en grapefruit en aardbeienthee. Nou, terwijl de jongens even buiten een balletje trappen, kan ze hier wel goed in de gaten houden, ga ik even hier de gang stofzuigen, wat erg nodig is. En even een beetje opfrissen hier. En opruimen, schoenen liggen weer overal en alles. Maar het is op zich wel aardig weer, dus we kunnen ze even lekker met de bal trappen hiervoor. En dan kan ik even wat werk verrichten. Er wordt hard gewerkt hier. Er wordt hard gewerkt. Fijn jongens. Ja. En ondertussen. Ja, wordt het weer netjes, hè? Even buiten spelen. Hé, is hij? Ja. Na al dat harde werken en buitenspelen is het tijd voor een koffiebroodje. Die hebben de jongens ook wel echt verdiend. Ze hebben echt heel goed geholpen. Dus we nemen allemaal lekker een hele. En ik neem er een bakje koffie bij. En wat limonade. En de jongens ook. Hè? Yummy. Dat wordt smullen. Melk erbij. Daar heb ik nou echt zin in. Zo. Ik ga even een extra kapstokje ophangen. En ik heb deze echt al heel lang. Maar dit is wel handig voor de jongens. Dan kunnen ze zelf hun jasje lekker ophangen. Oké, Ismael die helpt super goed. Kan je het zien? Nee, kijk, licht hier staat... is die. Hier is die. Mijn licht staat uit. Kijk, daar. Ismael kan zo goed helpen. Even kijken. Oh, ja. Plug erin. Hoppakee. Ik hoop dat het een beetje recht is, want ik heb niet... waterpas gedaan of zo. Maar daar komen we achter. Moeten ja. we er nog de schroefjes nu in doen? Ja, de schroefjes. Licht aan. Nou, dan gaan we de schroeven erin doen. Kun jij hem erin doen? Even kijken hoe dat gaat. En dan gaan we hem erin zetten. Wil jij op de knop drukken? Wacht even hoor, dan moet hij niet te ver. Nu? Druk hem maar in, ja. Ik denk dat het zo wel ver genoeg is. Ja, ik denk het ook. En dan die. Gaan we hem zo proberen. Goed bezig is wel. Mag ik nog een keer? Ja, wacht even hoor. Ik help een beetje. Even erin zetten. En... ja. En dan gaan we nou... kijk, ik help een beetje. Doen we allebei een kant. Maar ik hoop dat die afstand goed is. Even hoor. Nou, wat leuk! Ja, en dan kan je jas eraan hangen. Ja, maar wat moeten we nu doen? Ja, we gaan zo nog iets ophangen. Kijk, nu kan je deze ophangen. Je jasje aan de kapstok. Kijk eens. En ik wil nog. Ja. Oeh. Zit alleen niet ver genoeg, zie ik alweer. Oh. Oh ja. Oké. Nog eentje. Hè? Nog eentje. Oh. Mag ik voor jou die stift nog? En kun je even mij deze aanpakken? Die bol is zwaar, hè? Ja. Even kijken hoor. Die kan ik hier. Ik kan me bijna niet meer houden. Nee, dat snap ik. Die is hartstikke zwaar. Kom maar. Heb je deze nodig? Dan gaan we. Hè? Ja, zo meteen. Als ik het gat heb geboord. Ik moet eigenlijk een... die andere ging wel soepel, maar dit... Okay. Ja, deze is goed. Ja, die is goed, hè? Ja, die past in deze ding. Goed. En nu nog twee groefjes. Ja, twee schroefjes en de andere machine. Deze heb je nodig. Ja, weer die lange, hè? Die links, rechtsboven zaten. Weet je nog? Ja, dus waren deze. Om maar daar. Aan mijn dier. Oké, mag ik een schroefje van jou? Amelie. Wat een teamwork, Ismael. Ja. Echt goed voor Moeten we zo nog iets ophangen? Ja, eigenlijk wel. Ik wil die spiegel in mijn slaapkamer ophangen, maar ik weet niet of dat lukt. Oh. Het lijkt of het een gekke boormachine is. Ja, dat lijkt het zeker. Wacht even, ik ga eerst die andere proberen. Mag een bitjesbak.
Hè? De bitjesbak. De bitjesbak. Die gaat eruit. Hoppakee. Oké. Volgende. Thank you. Dank je, dank je, dank je. Wow, goede klussen ben jij, Ismael. Ja, ik ga jou echt? Zo. Maar wij ga je de spiegel laag of hoog houden? Nou, ik bedoel die grote in mama de slaapkamer. Ja, kijk maar... eens. Hé, hey, topper. Maar moeten we dan lager doen of hoger? Ik heb dus al heel lang die haak. En ik heb hem nou hier opgehangen. Want ik dacht, hoe leuk is het als ik daar een hangplant aanhang? Superleuk. En het is lekker hoog hier. Dus je kan die lekker helemaal naar beneden groeien. Dan ga ik nu even een hangplant zoeken. Want die moet er dan wel aan natuurlijk. Ismael en ik hebben gekozen voor deze. Hè? Ja. Die gaan we hier ophangen. Ik vind het helemaal leuk. Ik vind het te gek. Te gek. Ik kan hem trouwens wel wat hoger hangen. Dat touw. Want dan hangt de plant wat hoger. Ik denk dat dat leuk is. Ik kan die lekker helemaal naar beneden draperen. Nu we toch bezig zijn, wil ik graag deze spiegel nog ophangen. Maar die is echt best wel zwaar. Dus ik moet even kijken of dat überhaupt blijft hangen met de pluggen die ik heb. Ik denk het eigenlijk wel. Dat is een... Even kijken. Misschien is het nog half. Oh nee. Kijk. Er is goed gespeeld hier. Maar ook weer opgeruimd. Ook fijn. En ik ben nog steeds zo blij met deze kast. Echt, hoe fijn is het als alles een vaste plek heeft? Dat is echt heel fijn. Gewoon de auto's weer in een bak. Alles weer op zijn plek. En kastje dicht. En weg. Heerlijk. Nina en Seppe zijn geweest vanochtend. Het was heel gezellig. Alvast voor Ismael's verjaardag. We hebben lekker taartje gegeten. En... Oeh, jongen. Gladde sokken. En nu gaan we ook iets heel leuks doen. We gaan namelijk met mijn moeder naar Kabouterbos. Dus daar gaan we wat eten. Ik ben er nog niet eens geweest. Maar we gaan het zien. Wordt vast hartstikke leuk. Het is droog, dus ik hoop dat het droog blijft. We hebben lekker... gezellig dagje zo. Dus ik heb alle spulletjes gepakt. En dan gaan we die kant op. Het is best wel dichtbij dus. Ja, doe je ook die aan? Of wil je je voetballaars aan? Oké. Okay. Laarsjes aan en gaan. Gaat dit goed? Wacht, ik ga er eerst uit. Oh jee. En dan pak ik de tas. Woe! Lopen! Kabouters. Yummy! Nou deze. Ga maar. Balans. Kom mij niet helpen. Nee, die zijn voor mij. Deze in mijn hoofd is voor jou. Nee. Dat was gezellig. Ik heb wel echt een mega, mega, mega inkakker. De jongens zitten even bij mijn moeder in de auto, want die rijdt nog even mee. Naar ons huis. Maar poef, ik ben helemaal gecrashed. Misschien ook door de pannenkoek. Maar de jongens hebben heel leuk kunnen spelen. Dus dat was wel heel leuk. Straks thuis even instorten, denk ik. Man, man, man. Maar het was wel heel leuk. En ik denk... echt voor herhaling vatbaar. Als het mooie weer is, is het nog veel leuker. Dus denk ik hoor. Het is nu ook hartstikke leuk, maar dan is het natuurlijk helemaal lekker. Ik hang nog even
een wasje op. De jongens gaan lekker in bad zo. En ik ga alvast lekker douchen. Ik ben echt zo gecrashed. Ik weet niet wat het is. Mijn moeder en ik hadden allebei ook mega dorst. Dus ik denk echt dat het van die pannenkoek komt. En dat die er gewoon ontzettend in hakt of zo. Ik weet het ook niet. Maar ja, het was een leuke, hele leuke, gezellige dag. De jongens hebben het heerlijk gezellig gehad. Dus dat is fijn. En het is nu 4:15 geloof ik. Heb echt weer de was op laten lopen. Terwijl ik echt heel erg bij was de hele tijd. Maar nu niet meer. Maar ik moet ook weer even een wasje ophangen. Dan zei ik dat al. Maar ja, eerst het ene was er weer af. Even een wasje ophangen. En dan gaan we verder lekker chillen vandaag. Ik zet de jongens straks achter een filmpje. En dan ga ik kijken of ik toch nog even een beetje kan editen. Maar misschien doe ik ook eventjes mijn ogen dicht. Want ik ben echt helemaal gaar. Zo gaat het dus elke dag. Ik ben natuurlijk nu ook lekker met de jongens de hele tijd. Maar dan denk ik, oh, vanavond ga ik dan wel editen. Maar in de avond lig ik gewoon in mijn nest om 8:00. 7:30, 8:00. En ik slaap gewoon. Dus dan valt er weinig te editen. Ik ben gewoon zo moe. Echt, dat is wel echt deze zwangerschap. Maar ze zeggen dan, het kan zijn dat je de tweede trimester wat meer energie krijgt. Nou, op zich door de dag heen alleen 's avonds echt niet. Ik moet gewoon echt op tijd in mijn bed. En ik word dan wel veel 's nachts ook wakker. Dus dat helpt dan natuurlijk ook niet echt mee. Maar ik ben zo kapot in de avond. En normaal waren dat wel mijn werkuurtjes. Voor mijn business, voor YouTube. Maar ja, want die gaten gaat niet. En ik weet nogmaals dat jullie het echt niet erg vinden als die vlog wat later is. En jullie vinden het volgens mij al leuk als er dan een vlog online komt. Maar ja, ik ben ook gewoon weer aan het filmen zoals nu voor de volgende vlog. En die andere moet nog online. En het is alweer woensdag. Maar ja, komt allemaal goed. Ik vind het hartstikke leuk om te doen. Het lijkt nu of ik het allemaal niet trek, maar dat is het niet. Ik moet gewoon even weer een gaatje vinden wanneer ik dat kan doen. Of dus elke keer een beetje. En dat heb ik wel gedaan, dat ik elke keer een klein beetje edit. En uiteindelijk komt hij dan ook af. Hey, is hij. Maar ik moet er wel even balans in vinden. Maar dat komt wel goed. Oké, deze kan weer in de mand. En dan ophangen en douchen. Even een ijskoud limonadetje. Wat heb ik een dorst. Voor de jongens wordt het een diepvriespizza en wat groente erbij. Gewoon komkommer, wortel, dat soort dingen. Zelf zit ik echt helemaal bomvol. Ik ga niks eten. Maar die jongens hebben trek. Dus nou ja, pizzaatje en chillen. Even nog lekker kleuren. Mooi is wel. De ja. L heb je al gedaan, hè? Laat eens kijken. Mag ik kijken? Eltje. Mag ik kijken? Kijk. Kijk maar. Elias lekker chill op de bank. Die is ook uitgeteld. Net als ik. Even al wat groentesnackjes. Oh, Ismael. Ik ga morgen weer verder. Ja, dat is een hele grote kleurplaat, hè? Ja. 6:30. Jongens hebben pizza gegeten. Ik heb één stukje op, maar ik heb echt geen trek. En ik zou denken van, oh, dat ik zo'n food baby heb. Maar ik heb natuurlijk een echte baby en een food baby nu in mijn buik. Maar het is 6:30 en de jongens lagen helemaal gaar op die bank. En ik wil zeggen, mama, mogen we alsjeblieft naar bed? Nou, dat gebeurt echt nooit. Dus ik zeg, ja, natuurlijk mogen jullie naar bed. En hij wil een kruikje. Nou, gaan een kruikje maken, niet te warm natuurlijk. En dan gaan ze lekker naar bed. Ik ga ook duiken gewoon straks. Het is niet te geloven. 6:30. Dit is wel een record, denk ik. Ook voor mezelf. Maar heerlijk, ja. Ik ben eraan toe. Heb je hem gevonden? Ja. Oh, goed zo. Wij zijn Hulk. De Hulk? Ja, jullie zijn super sterk. Kom maar. Hulk! Ja, maar niet zo sterk als ons, hoor. Jullie helpen mama heel goed. Dat vind ik echt heel fijn. Zo, mijn kruik en Ismael zijn kruik. Dit is mijn oude kruik, maar die kan hij dan. Is dit jouw ja, die lekker voor mij. Ja, en dan lekker tukken. Ik moet alleen nog even tandjes poetsen.
Morgen, het is donderdag vandaag. En wij gaan zo naar mijn ouders toe. Ja. Hè? Ja. Naar opa en oma. Ja. En we gaan even daar gezellig nog een taartje eten. Alvast voor Ismael's verjaardag. Ik dacht, ik laat even zien hoe ik tegenwoordig het haar van de jongens doe. Want het is een hele zoektocht voor mij. Want ik ken dit haar natuurlijk niet. Vooral Elias heeft echt kroeshaar. Dus. En wil je een tekening meenemen? Wat ik dus tegenwoordig doe, is even het haar nat maken. Want ik merk dat dat echt het beste werkt. Want ik merk ook als zij gedoucht hebben, of haren gewassen, dan zit hun haar gewoon beter. Dus ik doe het altijd even nat maken. En dan doe ik er dus spul in. Dat is een beetje. Zo, kijk. Doe maar even. Beetje. Ik doe maar een klein beetje hoor. Echt niet veel. Nee. En doe het even zo er doorheen. Zo. En het werkt voor allebei heel goed. Het lijkt net of dat water het weer... Ja, dat hydrateert natuurlijk ook. Ja. En vooral Elias' haar wordt echt heel snel droog. Ja. Maar zalm is van mij wel weg. De wat? Zalm. Zalm? Ja, die boven staat. Hoe bedoel je zalm? Nou, dan doen we deze. En voor Ismael trouwens... Voor Ismael gebruik ik ook wel veel deze. Die vind ik voor Elias weer minder fijn. Voor Elias vind ik dit echt de fijnste. Van, dit is van Aunt Jackie's. Maar en Baby deze, Curls. Deze, die. Ruikt ook heel lekker. Oh, ja, ik doe deze even voor Ismael nu. Hè? Kijk. Wow. Ziet er heel... Maar dit ruikt zo ontzettend lekker. Mag ik die ruiken? Is dus van Yari. Ja. Yari, ruik maar. Ga ik ruiken? Nou, daar gaan we. Kom eens hier staan. Die. En het maakt wel echt verschil als je iets erin doet of niet. Want anders is het echt een soort explosie van krullen. Ja, hartstikke mooi hoor. Maar het ziet er gewoon natuurlijk wel heel verzorgd uit. Nee. Het ziet er natuurlijk wel heel verzorgd uit als je er even wat in doet. Hè? Ja. En dan komen jullie krullen extra mooi eruit. Ja, dan komen je krullen extra uit. Dan komen je krullen echt eruit. Dan komen je krullen eruit, hè? Ja. Ja. Zo. Nou, dat is al hartstikke mooi. Oh. En het ruikt heerlijk, hè? Ja. Nou, ruik maar, haar maar. Ruik maar. Kijk, Ismael zijn haar is echt ook lang, hè? Mijn haar ook. Mama, de baby is net zo groot als een... Als een aubergine nu, hè? Ja, dat is heel groot. Ja, hadden we gezien in de app. Een aubergine baby. Oké, Elias is aan de beurt. Ik moet even mijn... Soms doe ik zelf ook nog even wat in mijn haar zo. Het lijkt wel regen. Ja, maar ik moet even mijn handen afdoen. Wacht even. Het lijkt wel regen. Nog. Het lijkt wel of het binnen regent. Ja, nou heb ik Elias' haar ook even gespreid. En dan gaan we dus bij Elias deze erin doen. Maar nu zie je die. Nu zie je jou niet. Nee, maar het gaat even om Elias' haar, hè? Jij hebt veel op je handen. Ja, een beetje te veel, denk ik. Maar we gaan het zien. Even verdelen. Je moet niet te veel hebben. Nee, vorige keer had Elias helemaal witte haren daarna, hè? Ja. Ik moet het even goed erin masseren. Ja, dan moet je even door... Maar kijk, Elias' haar is ook super droog anders. Dus die mag ook wel veel spul erin. Ja, ik mag veel krullen winnen. Jij ook. Ja, jullie allebei, hè? Voor die mooie krullen. Ja. Dan gaan we het even lekker. Maar het pakt ook beter of zo als het dus nat is. Ja. En dan wordt het extra mooi. Ja. Dan wordt het extra mooi. Mocht je nog tips hebben voor kroeshaar, let me know. Uiteraard sta ik daarvoor open. Maar ja, ik doe gewoon maar wat. Niet te veel, niet te veel. Hè? Ik kan al dit. Zo, en nou is het echt top. En ik merk ook dat het dan gedurende de dag steeds beter gaat zitten. Maar ja, nogmaals, ik ben dus echt een
een beginneling met kapper. Nee, ik ben absoluut geen kapper. Maar ja, dit is zo'n andere haarstructuur. Ik kan dan niet echt met mijn eigen haar. Ik kan dan niet met mijn eigen haar omgaan, laat staan met kroeshaar. Dat is echt. Ja, ik vind het echt prachtig haar. Alleen, het is wel een heel onderzoek om uit te zoeken wat dan werkt qua verzorging. En wat ook werkt, is echt niet te vaak wassen. Want daar wordt het heel droog van. Heb ik gemerkt. Maar ik wil nog een keer een goede conditioner of zo. Voor. Ik gebruik nu vaak die van mezelf. Maar je hebt natuurlijk ook van bijvoorbeeld Aunt Jackie's conditioner. Die je dan daarna erin kan doen. En van die leave-in conditioner. Maar die, tot nu toe werkt dat dus niet zo goed bij Elias' haar. Zo. Ik moet mijn handen wassen. Ja, nou je bent ook klaar. Dus we gaan even handen wassen. Ja. En dan gaan we ook weg. Knuffel van mij. Kijk, Ismaël's haar is nu zo. Nou, het moet nog een beetje intrekken. Er hangt vaak ook van alles qua pluisjes in. Maar ja, dit is Ismaël's haar dan nu. En dit van Elias. Nou, dit is echt top. Want het is al zoveel minder droog nu dan net. Hè? En ja. Je ruikt ook nog eens heel lekker. Ja. Nou, we kunnen gaan, jongens. Oké. Oh, daar is ze. Ach, je spullen, hè? Ja, niet met de... Hey, mooi die bouwplaat, jongens. Moet die los? Oh. Ja, mag ik die hele... Oma. Ja. Oké. Daar gaat hij hoor. Speedy Gonzales. Heb je zo'n pompje ervoor? Zo, het was gezellig bij mijn ouders. Inmiddels zijn we bij de volgende stop. Ik wacht nog even op Sil, want we gaan dus met Sil naar het IJsbeeldenfestival. Hè? Ja, dat is Sils cadeautje. Nou, we moeten even wachten. Nee. Ik wacht nog even of ik Sil ergens op moet pikken. Maar ik heb er heel veel zin in. Ik ben heel benieuwd. En het is de laatste week. Het is IJsbeeldenfestival in Zwolle. Dus laatste week dat het er is ook. En ik... Ja, het is vakantie, dus het zal wel druk zijn. Is dit de laatste? Is deze IJsbeeldenfestival voor deze laatste keer? Ja, we hebben nog geluk dat we toch nog erheen konden. Hè? Ja. Ga even tante Sil nog bellen. Ja? Ik vind het nog lom. Lom. Dit er dan ook ingemaakt. Ja, dat is ook cool, hè? Mooi muziekje erbij.
lekker koud. Is koud is heel maar wel mooi. Het is prachtig. Echt heel mooi. Ja. Maar geen handschoenen heb ik mee. Ik wel, maar het helpt niet. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag en ik heb net de jongens naar de vakantieopvanggroepen gebracht. Oh, we hebben zoveel leuke dagen gehad deze week. En na vorige week was het eigenlijk... Ja, het was wel echt heel fijn even. Gisteren was echt een hele leuke dag ook. Het IJsbeeldenfestival was echt super. Heel gezellig met Sil. En we zijn nog bij de McDonald's geweest. En daar had je een soort scherm op de grond waar ze zo'n spel konden doen. En die jongens hebben daar echt zich zo goed vermaakt. En toen konden Sil en ik dus even lekker bijkletsen. Dus dat was ook heel leuk. En lekker natuurlijk. Maar het was wel een hele lange dag. Want we waren natuurlijk eerst nog naar mijn ouders geweest. En er was ook nog wat familie. Dus nou ja, al met al was het wel een hele leuke dag. Maar we sliepen echt laat. En toen dacht ik, we moeten gewoon vandaag weer vroeg op. Want... vandaag moet ik gewoon een dagje werken. Dus op zich prima. Maar het is dan altijd weer even van... oh ja, uit die bubbel. Uit die vakantiebubbel. Uit dat relaxte ritme waar ik juist zo goed op ga. Ik weet, ik ben wel heel benieuwd. Mocht je kinderen hebben. Ik weet dat er ouders zijn die echt denken van... heerlijk als die vakantie weer voorbij is. Omdat de kinderen dan weer in dat ritme komen en zo. Maar... ja, ik ben zelf dus zo iemand. Ik vind het dus heerlijk als er vakantie is. Want ik hou zo van dat lekker thuis rustig opstarten. Lekker aanrommelen. En tuurlijk vind ik het ook fijn als er ritme is. Maar als ik mag kiezen, dan heb ik gewoon dit. En dan kun je gewoon doen wat je wil. En... geen verplichtingen, dat is ook heel fijn. Gewoon inplannen wat je wil, leuke dingen. Maar als het altijd zo zou zijn, zou je daar ook misschien een keer klaar mee zijn. Maar ik vind het toch wel heel fijn. En dan vliegt een week zo snel voorbij, dat is echt niet te geloven weer. Maar we hebben gewoon heel veel leuke dingen gedaan. En dan vind ik dat altijd een beetje zo'n dingetje om weer die jongens weg te brengen. En zo van, we gaan weer allemaal ons eigen ding doen. Wat ook heel goed is, maar ik hou gewoon heel erg van dat samen zijn en gezellig doen. Dat vind ik gewoon echt, heel fijn. Dus laat me vooral weten waar jouw voorkeur naar uitgaat. Vakantie, ja tuurlijk, vakantie is lekker. Maar ik bedoel ook vooral met de kids. Of vind je het dan gewoon lekker als het allemaal weer begint? School, ritme... opvang, alles. Maar goed, ik ga vandaag dus een dagje werken. En morgen is Ismael jarig. En ik moet echt... vanavond... ik heb dingetjes besteld voor hem. Ik heb nog weer iets via Marktplaats gevonden. Wat wel een goede deal was, denk ik. Maar ik heb het nog niet eens bekeken. Ik heb er gewoon geen tijd voor gehad. Ook omdat de jongens de hele tijd zijn natuurlijk. Dus dan kan je niet zoveel doen. En 's avonds lag ik er ook redelijk vroeg weer in elke keer. Dus ik ga dat vanavond uit de doos halen om te bekijken. En dan weer inpakken natuurlijk. En ik heb nog iets anders. En nog wat kleine dingetjes. Maar ik moet het allemaal inpakken. En ik wil natuurlijk het huis even versieren met slingers en alles. Dus dat komt dan allemaal weer na mijn werk. Als de jongens eenmaal slapen, dan kan ik dat gaan doen. Maar eerst dagje werken vandaag. En dan morgen is mijn verjaardag. Maar we hebben eigenlijk de hele week al een beetje gevierd. Verspreid met... ik heb best wel veel mensen gezien. Alleen verspreid over de week. En toch allemaal ook een beetje voor Ismael's verjaardag al. En... morgen komt er niet echt veel visite of zo. Dus het is ook wel lekker. We hebben gewoon nog een beetje een rustig weekend. En kunnen we eigenlijk gewoon doen waar Ismael zin in heeft. Dus dat is ook wel leuk.
Nou, ik ga nog even een voicebericht luisteren van een vriendin. En dan aan de bak. Jos, is het avond? Zo. Ik heb even geslapen al. Ik was echt helemaal kapot. Maar ik had mijn wekker gezet. Want ik ga de boel even versieren hier in huis. Want Ismael wordt morgen 5. Echt 5 jaar. Oh, lieve, lieve jongen is het ook. Ja, hij kon zelf niet wachten. We hebben natuurlijk een hele leuke verjaardagsweek, vakantieweek al gehad. We hebben super veel leuke dingen gedaan. Hij heeft zijn feestje gehad. En ja, ik wil morgen gewoon ook nog bijzonder voor hem maken. Er komt niet echt veel visite. Ja, mijn moeder komt op visite. En verder gaan we gewoon vooral doen wat hij dus leuk vindt. Maar ik ga even de boel versieren. Ik heb dus even een uurtje geslapen. De jongens waren ook heel moe. Het was echt toch een lange dag. Maar ik denk, ja, ik ga eruit. Want ik moet de cadeautjes nog inpakken. En ik heb best wel wat cadeautjes. En ja, even de slingers ophangen. Ik heb altijd dezelfde eigenlijk. Gouden vlaggetjes. Nog andere gouden vlaggetjes. Maar ik had dus laatst ook bij de Action. Ik moet even zoeken waar ik alles heb gelaten. Want even kijken hoor. Deze nog gehaald. Dus die gaan we leuk ophangen. En nog deze ballon. Ja, en verder alles inpakken. En wat ballonnen opblazen. En die plak ik dan op zijn stoeltje en zo. En een paar in de kamer. Nou, dat wordt hartstikke leuk. Ik ga ondertussen gewoon even een serietje opzetten. Want ja, dan kan ik gewoon even relaxed mijn ding doen. En daarna ga ik verder slapen. Nou ja, morgen is het feest. Echt heel leuk. Is me al 5 jaar. Het gaat lekker. Hey, wat doe jij? Die ballon moeten we nog opblazen, hè? Is hij eens in een gekke bij? Wil je spelen? Huh? Is hij wel spelen? Ik weet even niet waar jouw speelgoedje is. Is hij? Nee, jij gaat krabben. Dat ga ik niet doen. Het is 11:30. Ik ben klaar. Ballonnetjes, slingers, cadeaus. Ik denk dat het een feestje wordt morgenochtend. Ik heb nog even een hele sinaasappel opgegeten. Daar had ik heel veel zin in. En nu ga ik naar bed. Tijd om te slapen. Tot morgen. Hey! Eerst deze? Kijk eens. Wat staat erop? Een dino. Dino! Kijk eens. Waar hoort dat bij, denk je? Een bleefbaan. Je eigen bleefbaan? Je eigen bleefbaan? Ja. Ja. Ik heb mijn eigen bleefbaan. Ja, er zit nog veel meer in. Kijk, zullen we hem even op de grond zetten? Ja? Ja. Kassa. Hallo, hallo. Ismael is jarig. Die openmaken? Oké. Okay. Wow. Oh, ik heb heel veel pizza gekregen. Ja. Ja, oké. Kijk, Ismael. Ismael. En deze, weet je ook niet? Dit is de poe. Wauw. Dat is nu die, ja. Nu die. Open mijn ogen, maar alleen in het klein. Ook voor mij. Ja, voor jullie allebei. Wow, die zijn voor Kijk eens. Allebei. Wat is dit allemaal? Een politie. Politieauto's en die? Peppa Pig. Heb jij ook een leesauto? Dat is wel een koele. En wie is dat? Starla. Die geven aan Ismael. Kijk. Kijk, ik ga mee. Nee, laat deze maar mee. Een kartauto. Een bestuurbare. Dat zou ik net voor me zien jij dan vragen. Dan wil ik hem zo testen. Ja, we gaan hem zo testen.
Het is zaterdag en Ismael is jarig. Vanochtend hebben jullie natuurlijk al kunnen zien hoe hij alle cadeautjes uit aan het pakken was. Ik ga nog even gouden taart halen. Ik had een taart besteld bij de Hema. En mijn moeder is nu bij de jongens. Ik kon alleen nergens plek vinden. Echt super stom om met de auto te gaan. Ik had veel beter met de fiets kunnen gaan. Maar we gaan gauw, want ik heb zin in taart. Ik heb een vleestaart gemaakt. Meteen kaarsjes erin. Ik heb deze nog even gehaald bij de Hema. Er is er een jarig, hoera, hoera. Dat kun je wel zien, dat is Ismael. Wat is dat voor taart? Blaze. Blaze. Blazen. Ja, je moet blazen, Ismael. Wow. Yay. Dit is een vleestaart. Verschrikkelijke ikken en patatjes. Het is zondag en ik ga eindelijk mijn wandborden ophangen. Ik heb nu even een momentje dat het kan. Dus ja, ik ga ze even ophangen. En dan kan ik ook daarna weer lekker alles ordenen in de bakjes en zo die erbij horen. Maar ik moet het nou gewoon even doen. En het ligt al zo lang hier. Echt volgens mij weer langer dan een maand. Ja, sowieso langer dan een maand. Dus we gaan ervoor. Het scheelt dat dit is niet een hele harde muur, dus ik kan er vrij makkelijk doorheen. Maar even voorboren, plugjes erin en dan komt het goed. En dan kan ik kijken of ik ook nog weer die plank erboven wil, want al die gaten zitten er nog in, dus het kan. Maar ik ga even kijken of ik dat nog wil. Maar daarvoor ga ik nu eerst die wandborden ophangen. Nou, ze hangen. Het viel me alles mee eigenlijk. Hoeveel werk het is. Het is best wel makkelijk te doen. Maar ja, echt heel top. En het mooie is, ja, die tafel komt dus ook van de IKEA. En die gebruik ik dus heel veel als werktafel. Maar de borden zijn dus precies even breed naast elkaar als die tafel. Ja, daar ga ik wel goed op. Ik ga even die plank ophangen om te kijken of ik dat nog wil. Ik weet niet, misschien wordt het gewoon te vol. Ik zou bijna gewoon nog twee borden daarboven willen hangen. Maar misschien kan die plank ook wel. Want die plank is net zo'n lichte houten als deze. En daar had ik planten en zo op, wat op zich ook wel leuk is hier. Maar ik wil het gewoon niet meer te druk hebben. En op dat rek komt natuurlijk ook nog van alles. Dus ja, dat ga ik even uitproberen nog. Nou, ik ben helemaal blij. Ik ben het nog aan het indelen en zo. Maar ik ga eerst even andere dingen hier wegzetten. Maar dit is echt top. En ik heb toch de plank dus opgehangen. En ik denk dat ik het voorlopig even zo laat. Ik vind het op zich wel leuk met de planten erboven. Maar ik ga het nog even indelen en kijken hoe ik het dan het mooiste vind. Maar ik ben heel blij met het wandbord. Super makkelijk. Ik kan zo alles erbij pakken. Maar ik moet nog echt goed gaan kijken wat ik erin ga doen. Ik heb markers, penselen. En ja, ik heb nog veel meer materiaal. Dus dat komt dan later wel. Ik ga eerst nog even
Dus andere dingen nu hier opruimen. En dan is het ook alweer bijna tijd om ermee te stoppen.